Wie een nieuwe computer, gsm of bijvoorbeeld gps-toestel koopt, let best op met de garantievoorwaarden. Want veel winkels durven daar al eens mee te knoeien. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling, de vroegere Economische Inspectie, kreeg vorig jaar meer dan 1100 klachten over problemen met garanties. Dat is 1/5 meer dan in 2009. Het grootste probleem komt omdat de wetgeving niet gekend is. Zo hebben goederen die verkocht worden in België altijd recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. En tweedehandsgoederen zelfs nog 1 jaar. En wat gebeurt er dan dat men niet weet dat men daar recht op heeft en dat men soms een extra commerciële garantie aansmeert, verkoopt, die eigenlijk niet nodig is, want er bestaat een wettelijke garantie van 2 jaar. Bovendien voerden de inspecteurs vorig jaar een grootscheepse controle uit bij elektronicazaken. 16% van de winkels overtrad de regels. We stellen ook dat er iets meer problemen zijn in ketens dan in de kleine winkel. Het heeft meer te maken met het gebrek aan opleiding van de werknemers dan met echt een moedwil om de wetgeving niet te respecteren. Goed de kleine lettertjes lezen als je een elektronisch toestel koopt, kan dus veel problemen voorkomen.